brutally arrested. Get away from me! Put your hand behind your back. Get away from me! For what? For a mask? For not, having a mask? Look how pathetic you are. Als je je bordje aan het opschrijven, maar dat mocht niet meer. Je moet weg. Iedereen wordt in de gaten gehouden. Ja, waar heen dan, joh? Doet u de kamer nu even uit aan de trappen gemaakt? Kunnen we een nieuwe lockdown nog voorkomen? Is de tweede golf inmiddels een feit? Steden zetten zich schrap. Het aantal besmettingen fors toeneemt. Volgeladen worden met lijken omdat de crematoria het niet meer aankonden. De terrassen zitten bomvol in Den Haag. De supporters van Willem II hielden zich totaal niet aan de coronaregels. Gewoon je bek houden, gewoon je bek houden, gewoon je bek houden, gewoon je bek houden. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten, die nooit hun bek zullen houden. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Nederland wacht in spanning af op de nieuwe coronamaatregelen die strenger zullen zijn dan verwacht. Dat kopte het mediavirus de afgelopen dagen. Nederland wacht in spanning af. We werken weer toe naar een momentje dat we met z'n allen voor de televisie zitten. Kijken naar basisschoolleraar Hugo de Jonge en personeelszaken van Unilever-medewerker minister-president Marco Rutte. En wij zitten allemaal te trillen en te beven. Nederland wacht in spanning af, zegt het mediavirus. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik geef ze daarin gelijk wat mij betreft. Ik wacht namelijk in spanning af of ik de persconferentie wel overleef en dat ik niet sterf aan een hartaanval omdat ik die gasten compleet uitlag. Dat ik zo hard moet lachen om het toneelstukje, de theatervoorstelling die ze morgenavond weer gaan opvoeren. Ik weet niet of ik het overleef. Gewoon van de complete hysterie waar ik in zal uitbreken. Ik heb echt het punt bereikt. En ik weet, jullie weten, de mensen die mij vanaf dag 1 volgen hierover. Ik neem dit super serieus. Ik ben hier super kwaad over. Ik zal deze mensen, inclusief het mediavirus, ik nooit vergeven wat ze de bevolking aangedaan hebben. En ook hoe ze mensen misleid hebben. Hoe ze empathie bespeeld hebben bij goed bedoelende mensen. Maar ze zijn wel thuis, maar het licht brandt niet, zeg maar. Dus die kan je gemakkelijk misleiden. En daarmee storten ze ons allemaal in verschrikkelijke situaties waarin heel veel mensen lichamelijk geraakt worden die nooit getroffen zouden zijn. En dat ook nooit hoeven gebeuren. Mensen wiens operaties uitgesteld zijn. Die waarschijnlijk, en het is echt verschrikkelijk wat hier aan de hand is, eerder zullen sterven en wat totaal onnodig is geweest. Omdat ze niet behandeld hebben kunnen worden. Het is de derde wereld die met enorme hongerproblemen kampt nu, omdat wij in lockdown gezet zijn door deze mensen en het mediavirus die dat zat aan te jagen. Ik vergeef het ze nooit. En ik weet, je moet vergevingsgezind zijn. Wat dit betreft niet. Soms moet je terugvechten. En dat doe ik. Dus, en laat me ook uitspreken, iedere ondernemer die geraakt wordt door deze belachelijke maatregelen. Of je nou een restaurant hebt of een eigen bedrijf. Hoeveel mensen zijn niet al het afgelopen jaar al, voor dit hele nonsens, begonnen met een eigen zaak. Jonge mensen, oude mensen, met heel veel vertrouwen en heel veel optimisme. En het wordt zo van onder je uitgehaald. Door echt een flinterdun verhaal. En mensen die dit nu zo langzamerhand alleen maar gaan gebruiken voor politieke redenen. En wij zitten echt letterlijk met de gebakken peren. En ik ben er super kwaad over. Maar ik zit wel in een fase, zeg ik heel eerlijk. Ik moet echt lachen hoe ze zich eruit lullen. Ik zit echt, hoe ga je je hier nou uit? Omdat de stapel van bewijs dat je maatregelen niet meer kloppen, het zweertje waar je mensen inhoudt, dat angstzweertje, totaal onnodig is. Maar dat het mediavirus het blijft doen en die politici ook, die acteurs die morgenavond daar weer staan te praten op dat podiumpje. En
Ik zal je vertellen waarom dit niet een verrassing voor me is. Kijk, ik had mensen die vanaf het begin zeiden: oh Jensen, jij krijgt straks. Wat sta jij straks voor lul? Als we. Hey, er zeiden mensen in maart. Als we over een paar weken gewoon alles weer teruggekregen hebben en het weer als normaal is. We moeten gewoon even een paar weken in lockdown. Misschien een maand. Is ook wel lekker even. Weet je, oh, die Jensen die gaat onderuit. Ik heb toen al gezegd: we krijgen het niet terug. Je krijgt het niet terug. Niet zonder een gevecht. Als je je mensenrechten opgeeft en je vrijheden opgeeft. Dat hebben mensen veel te makkelijk gedaan. En mensen zijn verwend. En dat is een gevaar. Echt voor een maatschappij en samenleving. Dat mensen zich zo laks opstellen. En nog steeds te koppig zijn om niet de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Dat dit helemaal niet kan wat hier gebeurt. En dat dit helemaal niet klopt ook. Maar goed. Ik wist dat dit heel lang ging duren. Ook omdat... Als je deze draconische maatregelen neemt, die ik vanaf het begin al zag, die compleet onnodig zijn, en daar is een ander doel achter, maar dat is een tweede nog eens een keer. Maar om na twee weken te zeggen als politicus, van oké, we zaten fout, want die eerste paar weken, die hebben al zoveel schade aangericht. En die eerste paar maanden, het is ongelooflijk. Dus het moet wel lang duren, want het moet allemaal heel heftig zijn. Kijk, als dit heel licht was geweest, dan was het eigenlijk... Maar waarom zijn we in vredesnaam dan in die lockdowns gegaan? Waarom is dit aangericht in onze samenleving, in onze maatschappij? Waarom? En dan moeten mensen afgerekend worden. Maar dat kan dus niet. En ik zag dat als eerste toen begin maart. En je weet, ik zat hier al te roepen, rustig nou, kijk nou gewoon rustig naar de cijfers. En laten we nou niet gek worden. Laat je niet gek maken, doe niks drastisch. Het is onnodig, dit is zo onnatuurlijk wat hier gebeurt. En we worden gemanipuleerd in iets. Dus toen zat ik in de auto begin maart. En dan zag ik op die borden, blijf thuis, samen tegen Kiana. En toen dacht ik, oh nee. Maar ze hebben zoveel middelen om dit als... Ik kan het best omschrijven als een product in de markt te zetten. Dus weet je, dan wordt het ook opeens iets. Het allerbelangrijkste als je dit doet, is dat het lang duurt. En dat het veel mensen treft. En dat het voor veel ongemakkelijkheden, psychisch, op alle vlakken, menselijk. Je moet je heel ongemakkelijk voelen, een lange periode. Want dan... kan je later zeggen van, ja, weet je hoe erg dat was? He, die coronatijd was erg, de corona was zo erg. Kijk, als het heel kort was geweest, dan waren we het al lang weer vergeten. Wat had gekund? Want dat hebben we aan de cijfers gezien. Maar het is als product in de markt gezet en het moest lang duren. Samen tegen corona. Ik dacht, oh, daar gaan we. Daar gaan we. En ze kunnen er dus niet van de een op de andere dag af. Ook al is er zoveel bewijs dat het nu kan. Dus maak je geen zorgen over die... maatregelen morgenavond. Want het zal weer een beetje beknibbelen zijn. Dan gaan ze heel veel theater maken. En uiteindelijk weet ik veel wat ze dan doen. Misschien mag de sportkantine. Dan moet het condoomapparaat weggehaald worden. Weet ik veel wat ze allemaal doen. Ik zeg maar iets absurds. Maar het zijn die kleine dingetjes die ze heel groot gaan verkopen. Want het moet allemaal echt blijven. En het moet allemaal echt zijn. Maar als je kijkt feitelijk naar wat het nieuws en wat er aan de hand is. En wat er nu allemaal naar boven komt. Is het verhaal heel anders. En hier komen even twee nieuwsalarms achter elkaar. Dit is zo groot nieuws. De World Health Organization zet zich nu tegen lockdowns. De World Health Organization spreekt zich tegen lockdowns uit. Dit is Dr. David Nabarro from the World Health Organization appealed to world leaders yesterday, telling them to stop using lockdowns as your primary control method of the coronavirus. Met andere woorden, nou is dit natuurlijk zo super hypocriet, want Tedros en is de baas en dit is ongeveer ja, de hoogste coronadokter die bij de World Health Organization werkt, David Nabarro, die zegt dus nu echt dat ondanks dat Tedros ons in maart pulling out all the stops. Ons de hele westerse wereld in een lockdown gegooid heeft met draconische, met doemscenario's. Dat is echt ongelooflijk wat ze allemaal vertelden. En we moesten allemaal in lockdown gaan. Heeft de World Health Organization is nu echt helemaal gedraaid en zegt letterlijk stop met lockdowns. Nou, het mediavirus verspreidt nog steeds constant het woord gaan we weer in lockdown. Weet je, die willen mensen in angst houden. Die willen mensen angst houden. En de politiek, die ontkracht dat niet echt.
Want die houden ook van ons in acht houden. Want bedoel, ze willen niet die confrontatie aan dat het allemaal wel heel erg overdreven is geweest wat ze allemaal gedaan hebben. Nee, we moeten in die angst blijven. Maar de World Health Organization, die Rutte constant volgde. Kijk, RIVM is eigenlijk een soort van dependance van de World Health Organization. Ik weet officieel niet, maar het is gewoon zo. Zo werkt de wereld. En ze luisteren allemaal naar de World Health Organization. We hebben laatst toch die toespraak van Rutte uitgezonden in het Engels. Toen hij weer zo'n klimaatdeal getekend had. Dat hij zei van er moet meer macht naar de World Health Organization. Met andere woorden, het RIVM kan zo langzamerhand ook afgeschaft worden. Want Rutte wil dat we gewoon direct volgen. Nog meer, terwijl ze dat al gedaan hebben. Wat de World Health Organization zegt. Maar hier komt hij dus. Daar weet je dus ook dat ze ons niet in een lockdown gaan gooien. De World Health Organization heeft besloten dat gaan we niet meer doen. Waarom? Heeft de World Health Organization dit nu gezegd? Nou, omdat het zich natuurlijk wel opstapelt, zo langzamerhand, het bewijs dat hier gewoon dingen niet kloppen. En zelfs de bruikbaarste idioot heeft nu zoiets van, ho, dit gaat zo langzamerhand niet. Eerst komt de World Health Organization door Mr. Ryan. Vorige week brengen ze naar buiten dat 10% van de wereldbevolking volgens de World Health Organization heeft coronavirus gehad. Of heeft het gehad, of heeft het, weet je maar. De meeste hebben het natuurlijk gewoon gehad. Waardoor het mortaliteitscijfer uitkomt op 0,13. En niet die 3,4 die ze in maart voorspeld hebben. Dus ze zeggen het nu zelf. Dit is officieel, dit is allemaal gedocumenteerd. Op video, op beeld, op in tekst, in mainstream media. Het kan mij niet verwijten worden dat ik een conspiracy theorist ben. Want dit is gewoon letterlijk de feiten van wat die gasten gezegd hebben. 0,13% is het mortaliteitscijfer volgens de World Health Organization. En nu komt er dit weekend achteraan dat ze zeggen nu ook stop met de lockdowns. Want het creëert alleen maar meer armoede. Dus dit doen ze natuurlijk omdat ze weten, wij willen niet geconfronteerd worden met dat moment in maart, afgelopen maart, toen we de hele wereld in lockdown gestort hebben, een paniek veroorzaakt hebben, wat nog nooit in de wereld, in het leven zoals we het kennen, gebeurd is. Dit is nog nooit zo gedaan. Dit is echt nog nooit, in de historie van de mensheid, is er nog nooit zo'n paniek en collectieve angst gezaaid als wat hier in maart is gebeurd. Het is ook nog nooit gebeurd dat gezonde mensen verteld zijn, ga thuis zitten, omdat er een aantal mensen ziek zijn. En het percentage wat ziek was, ook in maart, was niks vergeleken bij de hele wereldbevolking. Maar het is nog nooit gebeurd dat gezonde mensen gedwongen zijn om thuis te zitten voor een aantal mensen die ziek zijn. Dat is allemaal nieuw en het is een ongelofelijke situatie die echt heel doorgrondig moet worden onderzocht van wat hier gebeurd is. Maar ik denk dat ze er alles aan zullen doen dat dat niet gebeurt. Omdat je nu ziet, een aantal maanden later, waar we staan in de realiteit. Dus nu krabbelen ze terug. Dus dit is heel groot nieuws. En dus dat theater morgenavond van Lloyd Rutte en hoe heet die Lloyd? En Harry de Jonge. Dat theater morgen van, weet je, vergeef het deze mensen nooit. Hè? En vergeet nooit dat ze dit gedaan hebben. Hier komen ze ook, dit is mijn voorspelling. Rutte en de Jonge komen hier politiek gezien nooit overheen. Want het is nog geen maart. En er komen verkiezingen in maart aan. Het is oktober. Maar ze proberen te rekken tot maart. Maar we vergeten dit niet. En tot maart is een eeuwigheid. Op het moment dat je naar verkiezingen toe gaat, iedere dag is bijna een week. En iedere week is een maand. Dus we zijn nu nog zo'n lange tijd verwijderd van dat moment in maart, waar ze allemaal op proberen te koersen, de Jonge en Rutte. Maar dit zal ze de kop kosten. Ik doe die voorspelling bij deze. Omdat ik vertel het je altijd. De peilingen zijn fake. Het nieuws is fake. Het mediavirus verspreidt fake nieuws en fake peilingen. Om maar een sfeer te creëren om de publieke opinie te beïnvloeden. Ik zal dit blijven zeggen totdat mijn tong blauw is. En totdat ik niet meer kan. Maar dit is de waarheid. En iedere keer ga je het zien met die peilingen. Niks klopt. Niks klopt. Hoe kan het nou zijn? Ja, Brexit gaat nooit gebeuren. Kijk naar de peilingen. Brexit gebeurt. Trump kan nooit gebeuren. Het gaat helemaal weer. Trump gebeurt. Het gaat maar door. Nederland staat achter mondkapjes. Het is niet zo.
Maar die peilingen worden gebruikt om een beeld te creëren. En het is nog belangrijker om te weten wat er morgenavond gebeurt, dat het niet meer gebaseerd is op de realiteit. Wat je net hoort, de World Health Organization, nou, die hebben toch gevolgd. Nou, dan stoppen we nu ook met lockdowns. En we hebben 0,13. Dan weet je ook dat je er zo langzaam wat echt wel mee kan stoppen en uit kan. Maar morgen wordt het zweertje weer opgevoerd. En waarom? En dat is het tweede nieuwsalarm. Diederik Gommers heeft toegegeven, corona is politiek. Met andere woorden, kijk, coronavirus, ik ontken het niet. Ik bedoel, coronavirus, het bestaat al zo lang. Het is in de jaren 50 ontdekt, maar goed, om maar te zeggen, al eerder. Dus er zijn echt zoveel berichtgevingen over corona geweest door de jaren heen. Ik bedoel, het bestaat, het is er en het kan een virus. En het is overduidelijk dat het bestaat. Maar als ik dus zeg corona is politiek, is het gebaseerd op, als je ziet nou allemaal, we hebben de cijfers allemaal, we zien wat er in de realiteit gebeurt. Maar waarom blijven we er nog steeds in? Dat is omdat het politiek geworden is. En politiek staat voor mij, die kan je vervangen met het woord fake. Omdat politiek is alleen maar wat mensen gebruiken, die creëren zeg maar een crisis bijvoorbeeld, om het politiek te gebruiken om weer herkozen te worden. En dit is Diederik Gommers. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal. De superbelangrijke man en spil in dit verhaal. Hij was te gast in een podcast van Yves Geirat. Yves Geirat heeft een podcast. En die kan je vinden op zijn website. En daar sprak hij hem. En daar kwam echt wereldnieuws uit. In ieder geval voor Nederland. Maar luister eens naar Diederik Gommers. Die bevestigt hier gewoon dat alle beslissingen en de beslissingen op dit moment, dat het overduidelijk is dat die genomen worden met in het achterhoofd de politiek. Met andere woorden, de verkiezingen van maart volgend jaar. Hier is de smoking gun. Want ik zat er ook over na zitten denken. Of, snap je, we schieten allemaal in die stress van de eerste dingen. Terwijl het een totaal andere situatie is nu. Nee, exact. Nee, wat ik elke keer, dan denk ik, ja, zijn ze al bezig met de verkiezingen? Dat is maar dat is ook zo. Ja, echt. Daar hoef je geen Erasmus voor gestudeerd te hebben. Hoor je dat? Deze man zit met Rutte en de jongen aan tafel. En hij zegt, ja, het is allemaal politiek geworden. Hoorde je het? Waarom dit niet door het mediavirus opgepikt wordt en verspreid? Dat is, Diederik Gommers zegt, het is alleen maar politiek. De jongen en Rutte zijn niet credible meer. Dat is groot nieuws. Maar waarom verspreidt het mediavirus het niet? Ze willen ons in die angstbubbel houden. Ze denken dat het kliks oplevert. En ze houden van dat sfeertje. Het is tuig, dames en heren. Het is tuig. En daarom prachtig dat jullie de shirts kopen, hoodies, dat soort dingen en rondlopen. Ik krijg fantastische verhalen. Mensen zijn hier trots op, mediavirus. En dan zie je ook dat het mooie is, dit is geen links-rechts verhaal. Dat is een van de mooiste dingen altijd aan dit soort verhalen. Net zoals die stop de lockdown, dat was geen links-rechts verhaal. En het heeft niks te maken met seksualiteit, heeft niks te maken met huidskleur, heeft niks te maken met afkomst. Iedereen heeft door dat we de hele dag misleid worden, voorgelogen worden door de politiek en de handlangers in de media. En Gommers verspreekt zich hier, laat zich erin leiden op goede manier door Yves. Die zegt gewoon ja, nee, tuurlijk is politiek allemaal. Ja, nee, daar hoef je geen geleerde voor te zijn. Dat ziet toch iedereen? Ja, maar waarom doe je dan mee met die flauwekul? En ik zou je vertellen waarom meneer Gommers daarin meedoet. Meneer Gommers is, en dit ga je voor het eerst nu horen, en verspreid het, gebruik het. We hebben natuurlijk BN'ers. En ik, een half uur voor de uitzending, dacht ik van, weet je wat het is? We hebben nu ook BW'ers. Bekende wetenschappers. Kijk, en BN'ers, die term is eigenlijk bedacht voor, ja, voornamelijk zeg maar reality sterren die vanuit het niks opeens in Big Brother kwamen, of een zangwedstrijd of een of andere rare Temptation Island-achtig programma. En die werden dan ineens bekend. Opeens werden ze BN'er. Van niks tot BN'er. Dat hebben we nu ook met wetenschappers. En dit is een gevaarlijk hoopje zielige mensen. We hebben de BW'er. De bekende wetenschappers. En Diederik Gommers is een aandacht. Ik noem hem nu ook mediageile Gommers. Mediageile Gommers wil maar één ding.
Net zoals al die reality sterren, hij is verslaafd geraakt aan de aandacht en aan de media. En hij zal alles zeggen om erin te blijven. Deze BW'ers die zitten hun hele leven verzuurd in kleine hokjes, krijgen geen aandacht. En wat gebeurt er als je die mensen opeens, als je daar de spotlight op zet? En wat een spotlight is er op hun gezet, hè? Ze worden gek. Ik heb dat in mijn jaren in de media zo vaak meegemaakt. Ik heb het van dichtbij gezien. Ik heb in principe die hele opmars van die reality tv in mijn carrière meegemaakt. En ik heb gezien, ik heb al die gasten in mijn shows gehad. Het zijn mensen die onbekend waren en opeens de spotlight erop. Ze worden gek. En je denkt natuurlijk, omdat ze wetenschapper zijn. Nee, die staan er wel boven. Wel nee joh. De geilheid van de media-aandacht en van de spotlight. Er zijn maar heel weinig mensen die daartegen bestand zijn. Die daar niet mee te maken hebben gehad vanaf jongs af aan. Ik durf te zeggen dat ik doe dit al sinds mijn 18e of zo. En sinds mijn 18e word ik al aangesproken en sta je in een soort van spotlight. Dus ik ken dat sfeertje. Ik doorprik alle bullshit en alle nonsens. Maar ik zie nu aan die BW'ers, die zijn verslaafd aan de aandacht. En dames, ze doen ook alles, hè? Ze doen ook alles. En het mediavirus belt ze maar op. Iedere keer als ze weer een vette headline willen hebben, dan bellen ze Oosterhuis, dan bellen ze Gommers, dan bellen ze die gasten van de IC's, al die gasten. Ze nemen altijd de telefoon op en ze zijn bereid om alles te zeggen. En het creëert natuurlijk ook binnen de wetenschappers, creëert het een aantal mensen die zeggen van ja, maar jeetje, waarom krijgt die Gommers zoveel aandacht? Ik wil er ook bij. Ik wil ook een BW'er worden. Dus die kan je nu ook bellen. En die gooi je de meest verschrikkelijke domme dingen uit. Viroloog Alex Fiedrich. Als corona vrij spel krijgt, belanden 2 miljoen Nederlanders in het ziekenhuis. Jongens, deze man moet opgenomen worden. Psychisch gestoord. Tot UMCG-viroloog Alex Fiedrich in de Groninger Internet Courant zegt dit. 2 miljoen Nederlanders belanden in het ziekenhuis als corona vrij spel krijgt. Dit is krankzinnig. Dit zijn echt, ze moeten allemaal, maar Van Dissel ook. Het zijn allemaal BW'ers geworden. En ze zijn geil op die media en ze gooien er alles uit. En de media vindt het prachtig. Deze mensen moeten de telefoon de komende jaren niet meer opnemen. En gewoon met rustige statements komen die gebaseerd zijn op de werkelijkheid en op de feiten. Bij deze BW's, je krijgt het niet meer uit, hoor. En ik zal je nog vertellen, wat ik net zeg over de jongen en Rutte. Deze BW'ers, het gaat heel slecht met ze aflopen. Omdat dit gedrag wat ik zie bij deze gasten is hetzelfde als ik gezien heb bij Barbie. Weet je, ze heet Samantha de Jong. Het is natuurlijk zo treurig. Nou, zie ik wel dat daar een verschil is, maar het zal bij deze gasten niet zo ver gaan als Samantha. Maar op een gegeven moment leven zij in een wereld die gewoon niet meer de echte is en daar kunnen ze niet mee omgaan. En ik zweer het je, hoe geil ze het nu allemaal vinden. We gaan straks weer weg van deze mensen. En dan zitten ze helemaal verloren in het niks. En dit gaat een psychische klap geven. En ze zullen daar nog eens over nadenken. En ze zullen in depressies terechtkomen. Want wat vindt die Gommers het ook fantastisch? Hij heeft nu zijn Instagram pagina. En met Famke Louise. En hij heeft nu daadwerkelijk 302.000 bruikbare idioten als volgers. Of mensen die het leuk vinden om te kijken hoe deze reality shitshow van deze BW'ers gaat aflopen. Want is het niet leuk om deze gasten straks allemaal in elkaar te zien storten? Na die spotlight. Het zijn allemaal ijdele mannetjes. Moet je nou eens zien hier. Wat is het? Staat hier met zijn mondkap op, dan in een talkshow, dan met Famke Louise, dan op een boot met een Nederlandse vlag. Ijdelheid. En dit is prachtig. Hou hem in de gaten, BW'ers. Maar nogmaals, wat een statement van deze man die zo dicht bij het vuur zit. En die gewoon lachend doet van, want dat is namelijk het punt. Als je weet dat het allemaal politiek is, trek dan aan de alarmbel. Zeg van, ja, dit gaat allemaal niet meer om de feiten. Dit is gewoon een politiek verhaal. Maar nee hoor, het is eigenlijk meer van, ja, het is gewoon politiek. Ja, maar hij wil er niet uit. Zo heerlijk, man. Weer naar Jinek. En in plaats van dat deze wetenschappers nou gewoon wetenschappers waren gebleven, hè, en eerlijk zouden zijn geweest. En gewoon op de feiten. En niet misleidende headlines creëren. Maar goed, de overheid, laten we heel eerlijk zijn, geeft ook niet het juiste voorbeeld. Hè?
aan deze gasten. Want op 9 oktober, dat was de nacht van 9 oktober, stuurde het CBS een persbericht de wereld in met de melding: sterfte neemt opnieuw toe. Dit is zo misleidend. Want ondanks het feit dat je misschien kan zeggen, die cijfers die ze naar buiten brengen in die week, dat het sterftecijfer wat is toegenomen. Maar als je het vergelijkt met die jaren daarvoor. Luister, geloof mij, ik heb voor de luisteraars, voor de kijkers, zullen we het in beeld brengen. Maar als je nou kijkt naar die laatste, hier dan, 2998 doden. Hè? Dat is over de hele linie. Hè? En dan 2019, 2717. In 2018, 2806. Dan zouden er nu dus zeg maar een paar honderd man of 150 mensen meer gestorven zijn dan 2020. Nou, kan dat gewoon. Dat is gewoon in de marge. Dat is niks gigantisch. Dat is niks waar die paniek zo hoog over opgevoerd moet worden. En daarbovenop nog, als er al op dit moment meer mensen sterven, dan is het natuurlijk gewoon, zoals ik in het begin van de show zei, mensen die geen zorg hebben kunnen krijgen. Mensen die hun operaties hebben moeten uitstellen. Kankerdiagnose. Het is allemaal. Het gaat zoveel slachtoffers eisen dit. En die moraalnarcisten die maar breiden. We doen het voor elkaar. We doen het met elkaar. Dat soort dingen. Die stappen hier. Hun empathie is zo bespeeld. Is zo bespeeld. Dat ze denken dat ze goed bezig zijn. Terwijl het tegenovergestelde richten ze nu aan. En nog steeds. Waar hebben we het over? Ik moet deze e-mail wel even behandelen. Want ik heb mezelf. Feitelijk ben ik onjuist geweest. Beste Robert, in aflevering 234 van vrijdag heb je het over Duitsland. Ik woon zelf al een paar jaar in Duitsland. Ben een grote fan en luisteraar van jouw show. Ik moet je helaas even op de feiten drukken dat Duitsland niet 73 miljoen inwoners heeft. Het zijn er namelijk 83 miljoen inwoners. Ga zo door met het echte geluid. Groeten William. En wat William probeert te zeggen, ik heb namelijk gezegd, want het is waar hebben we het over? In Duitsland zijn er 9704 mensen overleden aan corona. Gemiddelde leeftijd, net zoals hier, 80, 81, 82, 9704. Dus ik vind dat het meest bijzondere statistiek. Want het is gebaseerd in een land van 73 miljoen, zei ik. Maar dus Williams met een knip, het is 83. Maar dan, het is nog absurder. Want zelfs die 10 miljoen waar ik misrekend heb. Als je 9704 doden had gehad op 10 miljoen, was het ook niet zo bizar veel geweest. Maar het is 83 miljoen. Maar dan is het laatste argument van de bruikbare idioten is het laatste argument wat ze hebben. Ja, maar dat is omdat we in lockdown zijn gegaan. Dat is omdat wij in lockdown zijn gegaan. En het ding is, het is geen argument. Lockdowns zijn niet bewezen dat ze werken. Lockdowns zijn gewoon niet bewezen dat ze werken. Kijk naar Zweden. En wat is het verschrikkelijk voor iedereen om toe te geven dat Zweden het dus goed gedaan heeft. En ze zijn niet in lockdown geweest. Ze zijn niet in lockdown geweest. Zelfs de New York Times moest de afgelopen dagen toegeven. En dat is dit weekend. En hoe erg is dat niet voor de New York Times? De meest linkse, verschrikkelijke, pro-lockdown krant op deze planeet. Anti-Trump krant. Vilified early over lax virus strategy, Sweden seems to have scourge controlled. Dus met andere woorden, we hebben heel veel kritiek gegeven in het begin, maar het ziet er toch uit dat zij het goed gedaan hebben. Dus dit is het bewijs dat lockdowns niet werken. Dat zou ik zeggen. Maar ik wil best een handreiking doen. Er is niet bewezen dat lockdowns werken. Dus gebruik dat argument ook niet om die belachelijke cijfers in Duitsland te verantwoorden. Of de belachelijke cijfers in Nederland. Als je ziet welke rare, angstige, immorele sfeer ze ons inhouden. En het is leugen na leugen. En ik wil even eindigen met de volgende leugen. Dat is wat ons constant voorgespiegeld wordt. Ja, het gaat over Amerika. Laat ik eens beginnen met deze. Black Lives Matter. Weten we toch? Dat is toch zogenaamd. Ach, Black Lives Matter. En het is zo racistisch in Amerika. Er is zoveel discriminatie. En Lloyd Rutte die roept ook. Ja, wij hebben ook in Nederland heel veel discriminatie. Dat is heel erg. Het is institutioneel.
En er wordt gedaan alsof het natuurlijk allemaal zo'n racistisch land zit. Zowel wij weten ook, de meeste mensen, de meerderheid, we willen samen eruit komen. En we komen er ook samen uit als we ons niet laten afleiden door dit tuig. En door het mediavirus en de politiek. En de gasten die op de achtergrond alleen maar houden van verdeel en heersen, ons tegen elkaar uitspelen door middel van identiteitspolitiek en constant fake berichtgeving. Die hebben het idee dat het dus alleen maar zwarte Amerikanen zijn die daar staan te protesteren tegen Black Lives Matter. Het is geen zwarte organisatie. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik denk dat heel veel mensen in hun handje. Als je kijkt naar de ontwikkelingen. We hebben 8 jaar lang een donkere Amerikaanse president gehad. Een zwarte Amerikaanse president. En die had niet 2 keer gekozen kunnen worden zonder de steun van blanken. De populatie van zwart Amerika is 16%. 16. 1-6. 1-6. Grootste televisiester is Oprah Winfrey. Die met de dikke reet heeft ze jarenlang is de koningin van de tv geweest. Had nooit gekund zonder de blanke kijker die haar steunde. Die atleten, die sport, de grootste sterren aanbeden door iedereen. Van alle kleuren, ook blanken. Dat zijn allemaal helden. De meeste zijn donker. Tegenwoordig de acteurs best betaalde Will Smith, Denzel Washington. Zijn de grootste acteurs. Heb ik het nog niet eens gehad over de muziekwereld. Jay-Z, Beyoncé. Het houdt maar op. Dus dat is de realiteit. Maar er wordt gezegd dat alle zwarten nog steeds op straat zijn in Amerika. Er is dus een protest geweest weer in Portland. Waar allemaal weer schade is aangericht. Moet je eens kijken wie er gearresteerd zijn. Dit zijn de gearresteerden. En dat zijn dus voor de luisteraars alleen maar blanken. En dit zijn echt, ik heb zoveel van deze protesten gezien. Hoe vaak roep ik het hier al niet? Ik heb bij de inauguratie van Trump gezien in Washington. En ik heb ze gezien bij Extinction Rebellion. Ik heb ze gezien bij die Wall Street. Ik heb ze gewoon gezien. Het zijn altijd deze types. Vrouwen/mannen met paars haar en blauw haar. En zielige, verwende, blanke, radicaal linkse, haatdragende, stuurloze imbecielen. Maar voornamelijk verwend. En die iets aan het uitvoeren zijn. En ze gaan van project naar project naar project naar project. Om alleen maar de uitstraling te creëren. Van ach, het is allemaal zo racistisch. En het is allemaal zo erg. En Amerika moet veranderen. En die Trump moet zeker ook weg. Dus dat is fake. Alles over Black Lives Matter was fake. Hoe het door het mediavirus verspreid is. En dat hele idee, ook die peilingen, daar kom ik tot slot ook even op terug. Dat Trump zo enorm achterloopt op Joe Biden. En iedereen is zo enthousiast over Joe Biden. Luister eens even naar dit nieuwsrapport. Want hij was in Arizona samen met Patty Harris. Ik noem Kamala Harris Patty Harris, omdat ik vind het is precies Patty Bright. Maar ze zouden daar een evenement doen. En moest kijken hoe druk het was. There's really not much to see. I'll step out of the way, but it's kind of boring out here. So it's not your typical presidential campaign event. We don't see people rallying outside. We don't see signs or really much of what's going on. Een beetje, dus je kan wel zeggen van ja, maar dat komt door de COVID-tijd. Maar hallo, als je weet dat als Trump gewoon niet onaangekondigd ergens is, ofwel, het wordt natuurlijk altijd aangekondigd, dan staan er altijd rijen met mensen en het maakt niet uit waar die man komt. En het is, er is passie. En dit is een theorie van Jens Baba. Passie wint verkiezingen. Tenzij er vals gespeeld wordt. Maar daarover later meer. Het echte geluid krijg je hier. Wees geen slaaf van andermans agenda. En breek los uit de maalstroom der meeloperij. Trek samen met Jens Baba ten strijde voor een eerlijk geluid. Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid. Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar jensen.nl.